Het Amazon Conservation Team Suriname, ACTS, heeft vandaag in de Paramaribo Zoo het kinderboek Mijn Omgeving gelanceerd. Dit boek is het derde uit een serie van drie. Het idee voor de boekjes is volgens de schrijfster Katja Delfoye in 2010 ontstaan. Er zijn drie publicaties uitgegeven, het rode boekje, Mijn Dieren, het groene boekje, Mijn Planten, en het derde en laatste boek is het gele boekje, Mijn Omgeving. Delfoye bezoekt nu al 10 jaren de dorpen Tepu, Apetina, Kwamalasamutu en Sipaliwini. Ze vindt de participatie van de kinderen enorm belangrijk. De thema's van het kinderboek Mijn Omgeving gaan over de kinderen, hun eigen beleving. Ook de kinderen van de verschillende dorpen hebben dus meegewerkt. Want zij hebben dus informatie aan u gegeven, zodat u die kon verwerken. Ja, dat is waar. Wij vinden participatie heel erg belangrijk. Het moet aansluiten bij hun leefwereld. Dus de kinderen hebben vooral tekeningen aangeleverd. Er zijn sessies in de klasse geweest, daar in de dorpen. En zij hebben dan hun eigen beleving over de thema's aan me gegeven. Ik moet zeggen dat behalve dat ook de mensen van de dorpen zelf, als het dan ging over natuur of cultuur, mensen van de dorpen zelf hebben ook hele waardevolle informatie aangeleverd. Op allerlei momenten, heel vaak informatief, omdat ze wisten dat ik bezig was ermee, kwamen ze me iets vertellen over een legende van een ster of over een eigenschap van een dier enzovoort. Het kinderboek Mijn Omgeving is erg kleurrijk en is afgestemd op de belevingswereld van de kinderen van de inheemse dorpen. Echter, de boekjes zijn niet alleen bedoeld voor de kinderen in de dorpen, maar ook voor die van Paramaribo en de kustvlakte. Volgens de programdirector van ACTS, Minu Parahu, zijn ze heel erg trots op de derde uitgifte van het kinderboek en op de schrijfster. Als ook de meelezers en de vormgever Brigitte Koegeler. Koegeler geeft haar ervaring met het vormgeven aan. En mevrouw Brigitte is de vormgever geweest van de derde editie, het kinderboek Mijn Omgeving. Nou, waar heeft u allemaal op gelet? Ik heb vanuit al het materiaal wat ik kreeg van de kinderen, die tekeningen van Katja, de tekst, en een afloop gemaakt dat het mooi in elkaar past. Soms moest ik delen uit de kindertekeningen extraheren en weer ergens plaatsen op een ander achtergrond, dat het interessant gaat eruit zien. Gebeurt dat spontaan, u tijdens het lezen op ideetjes komt? Ja, meestal is het heel intuïtief. Dan kijk ik hoe zijn de kleuren, hoe zijn de vormen, hoe kan ik het in elkaar zetten. En dan natuurlijk dat het past met het hele verhaal. Aldus vormgever Koegeler, ze sprak vandaag bij de lancering van het kinderboek Mijn Omgeving in de Paramaribo Zoo. Het Amazon Conservation Team Suriname doet er alles aan om de inheemse dorpen te voorzien van de boekjes.